Yo mensen, Groen van DNPNL met zijn nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een heerlijk smikkel video. Vandaag gaan we namelijk spelen met deze ongelofelijke smikkelbeer die we op het bankje hebben zitten. Heb je nog niet gezien dat ik hem gepakt heb? Ga zeker even kijken. De vorige video, hij heeft hoge workout trouwens. Ah, dat is wel kloten. Maar we gaan zien hoe hij speelt. Ik denk persoonlijk niet dat hij Suarez eruit kan spelen. Aangezien ik Suarez echt op FIFA heel erg goed vind. Ik denk daarom niet dat hij beter is dan Suarez. Maar we gaan het zien. Ik ga hem meteen inwisselen. Geen gezeik. We doen het gewoon meteen. Geen gezeur. Geen geniks. Geen genak. En doe zeker een likeje, een duimpje omhoog op deze video. 500 likes helemaal top zijn. Mensen, het is bijna kerst als jullie het zien. Is het bijna kerst? Goedendag vandaag, donderdag. Goedendag zijn kerst, dinsdag of woensdag of zo. Het is bijna kerst, alvast fijne kerst. Dus mensen, fijne kerst gewenst. Gelukkig nieuwjaar, dat is nog niet, dat komt later pas. Ga je nog wat leuks met kerst, laat zeker achter in de reacties. En abonneer ook op mijn kanaal, dat zou mijn kerstcadeau zijn van jullie. Dat zou ik hartstikke fijn vinden. Hij heeft best wel een goed team waar we tegenkomen. Hij heeft Messi en Suarez en Aguero. Hij heeft echt hoge ratings, what the fuck. Hij heeft 88 rated team, dat is best wel hoog. Ja, maar hij heeft wel Isco, ja, die vind ik echt dat hij gereden kan. En als verdediger in het midden van die Rakitic. Wat? Maar laten we maar die heerlijke Gabriel Jesus erin gaan brengen. Hop, klein wisseltje plaatsen. Suarez, ja, ik wil dan ook weten of hij een goede supersub is. Ja, eigenlijk wil ik hem gebruiken ook als supersub. Maar ja, aangezien ik bang ben dat iedereen liefst. Want als je de vorige video gezien, zou je weten waarom ik dat denk. Aangezien toen iedereen wegging voordat het überhaupt rust was. Ja, denk ik nu van, ik wissel hem maar gelijk in. Dan zien we wel hoe het verder loopt. Oh, komt hij goed weg, zeg. Hij heeft wel natuurlijk veel spelers die goed kunnen pasen, zoals je kunt zien. Nou, Suarez, dat schiet hem maar in dan. Oeh, de Gea red. Oké, daar komt hij dan. Onze man, Gabriel Jesus. Waar is hij? Waar is hij dan? Oh, daar, dat is hem. Ja, oké. Nummer 16. Koppen. Oeh. Jesus. Oh. Ik heb nog geen chemistry allemaal geplaatst, dat denk ik nu. Geen idee of ik dat nodig zou hebben, maar ja, we gaan het zien. Hij heeft 4 skills, 3 zijn weak foot. Matig. Matig. Dit is kloten. Oh, wat een redding is van Courtois. Heerlijke redding. Hele mooie voorzet ook van hem. Dat is echt een mooie aanval. Maar uitstekende redding van Courtois. Dus ja, blij mee. Goed. Goede redding. Kom maar, balletje op. Kan hij een beetje koppen? Ja, het is een Griezmann. Dus ja, geen idee of hij kan koppen. Maar ja, hij krijgt de bal hier niet. Nee. Verre hoek. Ah, gaat hij hem afleggen, joh, mietje. Ik moet zeggen, de eerste 2 keer dat ik nu met hem gelopen heb, hij is best lastig om de bal af te krijgen. Dat vind ik natuurlijk wel nice. Ah, dit is kut. We gaan hem toch wel afleggen, want dat doet hij de hele tijd. Sliding, goed. Heerlijk, heerlijk. Terug. Ja, lekker. En door. Goed. Nu een balletje diep op Jesus. Daar gaat hij. Ik moet zeggen, hij dribbelt goed. Maar hij voelt echt niet snel aan. Hij heeft natuurlijk ook, hij heeft 88 pace. Wat ja, eigenlijk best wel snel is. Zeker als je vergelijkt met Piqué. Nou heeft pace natuurlijk sowieso niet zo heel veel zin. Maar bijvoorbeeld zo'n Mbappé of zo. Die voelt echt super snel. En ik vind hem niet zo heel snel voelen. Oké, sowieso is deze tegenstander niet heel slecht. Ik denk wel dat ik kan winnen. Maar hij is niet slecht. Dit is goed gedaan door Jesus. En nu een balletje door. Geen buitenspel. Nee. Jezus, die Alba is irritant. Die blijft het staan gewoon. Ja, dat vind ik gewoon irritant. Ik wil even weten hoe zijn finishing is. Ik wil even weten hoe hij afmaakt. Maar dat kan eigenlijk ook niet beter zijn dan Suarez. Want Suarez is gewoon echt... Het ding is met Suarez, hij is echt niet snel. Maar omdat je zo lang... Ik speel nu echt al lang met hem. Dan weet je ook gewoon dat hij niet snel is. Dan ga je dat ook niet als een soort van illusie aan jezelf ophangen ofzo. Terwijl een nieuwe speler hopen dat hij snel is. Maar ik moet zeggen, hij voelt toch echt vrij traag aan, hè? Dit is goed. Nu naar binnen. Ah, en nu de doeltrap ook. Zien jullie ook niet dat het een beetje lijkt alsof je ja, rent met poep in zijn broek? Dat vind ik een beetje lijken. Trouwens mensen, ik wil het even over iets gaan hebben. En dat is misschien wel interessant. Ik zat dus laatst te denken van, ja, kijk eens even aan. Kijk, vorig jaar had je natuurlijk de Weekend League. En tussendoor had je seasons, seizoenen. En ja, dat was gereed aan. Als we even heel eerlijk zijn. Toch, dat was gereed aan. En dus toen dacht ik, dit jaar we gaan Division Rivals erin doen. Want dan kunnen mensen door de week ook spelen voor pakketten. Nou, dat is echt... Hartstikke slim. Ben ik het helemaal mee eens. Goed idee. Maar ik vraag me af welke ongelofelijke... laten we het netjes houden. Niet zo slimme persoon. Dan bedacht even om voor elke Division Rival overwinning 12.000 week... Of... Dit zeg ik het verkeerd. Voor elke Weekend League overwinning 400 Division Rival punten geven. Waarom zou je dat doen? Ik was aan het nadenken en legit de enige reden die ik kan bedenken is... Waarom je dat zou doen is omdat als je Weekend League speelt, dan speel je geen Division Rivals. Dus dan hebben mensen die geen Weekend League spelen, hebben een voordeel in Division Rival. Maar dat is toch helemaal prima? Want je krijgt er met allebei krijg je packs. Daarom toch nergens op dat je gewoon gratis packs krijgt elke week als je gewoon Weekend League speelt. Toch raar? De trigger had moeten zijn dat mensen door de week FIFA gingen spelen. En nu zit het gewoon spelen Weekend League en krijgen extra veel packs. Wat? En ik zat toen ook verder te kijken naar FUT. Ja, ik was even in een zeer filosofische bui. En zag ik FUT. Nee. Zag ik... Oh, lekker. Nu zag ik FUTDRAFT staan. Denk van, what the fuck, FUTDRAFT. Sinds FIFA 16 zit dat erin. Het is gewoon exact hetzelfde. Gewoon 3 jaar achter elkaar. En echt niemand speelt dat. Nou, oké, misschien echt een paar mensen, maar echt niet veel. In FIFA 16 speelden echt veel mensen, maar nu echt helemaal niemand meer. En nu heb ik dus bedacht wat FIFA gaat redden. Want ja, mensen, zeg maar, wat je eerst had, door de week speelde je geen FIFA en in het weekend dan wel. Maar wat deed je dan door de week? Ja hoor, je speelde Fortnite. Maar ja, aangezien Fortnite nu Minecraft 2.0 aan het worden is, dat je alles zelf kan bouwen en weet ik veel, dat je zelf je creative world kan maken.
maken van gast, waar gaat het over? Vinden mensen dat over het algemeen niet zo leuk meer, volgens mij. Ik speel het echt nooit meer. Ik heb seizoen 6 heb ik 10 potjes gedaan of zo. Echt helemaal niks. En voor mij is seizoen 7 er al nog een potje gedaan. Ik weet niet. Ik vind het niet leuk meer. Dus ja, wat moet ik nu door de week doen? Ja, niks. Beetje niks. Maar ik zou ze denken, kijk. Ultimate Team is hartstikke leuk, maar op zich, het is nu al heel lang Ultimate Team steeds. They need to switch it up. En toen zat ik te denken, hoe kan EA er nou voor zorgen dat er iets helemaal nieuws komt? Want je zou denken, ja, voetbal is voetbal. En veel meer kan je doen, het blijft voetbal. Dat is zeker waar. Kijk, er zal altijd wel een voetbalelement in moeten blijven. Maar ik zat dus te denken, waarom komt er geen profclubs online waar je dus met... Nou, laten we zeggen, maximaal 20 mensen in één club kan. Ik had natuurlijk maximaal 11 mensen spelen. En dat je dan, dat daar een game mode omheen gebouwd wordt. Veel beter dan Pokémon. Pokémon is nu echt niks. Dus letterlijk gewoon een potje spelen. Ja, in wel een soort van divisie, maar... Ja, ik dacht, als iedereen ging, was het bad timing. Maar, zeg maar, er moet echt iets komen. En daarbij, en dit is het belangrijkste. Er moet een soort mix worden tussen de Journey en Profclubs. Dus ook dat je jezelf helemaal kan customizen en dat soort dingen. Want op het moment dat jij jezelf kan customizen en dat je ook gewoon... Wat ik eigenlijk vind, is dat je er een stadion moet zijn. Oeh. Dat er een stadion moet zijn. Dus gewoon dat je een stadion mag kiezen. Net zoals in Profclubs nu. En hoe beter je wordt, hoe beter stadion. En dat je daar omheen ook gewoon kan lopen en dingen kan doen en zo. Net zoals in The Journey. Al kan je natuurlijk zelf niet echt, maar je hebt natuurlijk wel een soort eigen huis en zo. Stel je voor, dat zou ook in Profclubs zijn. En dat je dan zo'n huis of een auto of een horloge of een nieuw haar kon verdienen door veel te spelen. Of door punten uit te geven. Ik zweer het je, jongen. Zoveel mensen zouden ook gewoon die punten uitgeven. Want mensen vinden dat gewoon leuk. Oh, heerlijk doelpuntje van MLP, zeg. Super nice. Maar hoe tof zou het zijn? Dat je een soort van mix hebt tussen ja, is het dan een soort Sims en FIFA? Dat je soort je eigen leven kan opbouwen. Dat je ook potjes speelt. En dan met je vrienden. Ja, alleen als je geen vrienden hebt, is een beetje lullig. Maar zo is het toch fantastisch. En dat kan je ook wel doen. Dan denk je van ja, maar heb je alleen maar die dingen die je niet beter maken om geld uit te geven? Nee, je kan ook doen. Stel je voor, je zit met allemaal mensen in een club. En dat zijn alle drie aanvallers. Ja, en dan moet de rest van het team ook opgevuld worden. Jongens. Maar dan kan je dus doen met natuurlijk van die random energy die je in profclubs hebt. Of je kan gewoon doen dat je ook packs kan openen daar. Als je bijvoorbeeld dan een Thiago Silva kan packen of zo. Ja, oh, wat een mooi doelpunt zeg. Jezus. Vinden jullie dit geen fantastisch idee, mensen? Laat het achter in de comments. Koen voor president. Ja, kijk. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk een gamechanger. Dus als je leuke ideeën hebt, laat het vooral achter. Dan zeg ik het tegen iedereen. Dan gaan ze het maken. Oké, dat is echt totaal niet waar. Voordat mensen echt denken dat het zo is. Nee, ik heb geen idee waarom wij eigenlijk gamechangers genoemd worden. Want zoveel changen we aan de game niet. Maar we mogen wel altijd eerder spelen. En als we echt iets heel kut vinden, kunnen we het wel zeggen. Oh, Jesus, jammer. Het was al mooi geweest. Hij is de eerste kans erin had geschoten. Maar ja, hij deed het niet. Nee, maar mensen, ik zat daar eens aan te denken van dit moet echt in FIFA. En zeg maar, Ultimate Team, ja, dat kan je best wel houden. Maar ik denk dat Ultimate Team na een tijdje wel uitgewerkt is. Kijk, nou, het is nu al 8 jaar achter elkaar toch wel vrij hetzelfde, toch? Zeg maar, je hebt een team, een heel slecht team begin je mee. En dan kan je met echt geld kan je betere spelers kopen. En anders moet je veel potjes spelen, dan kan je betere spelers kopen. En zijn er speciale toernooien, dingen waarmee je extra coins kan verdienen, zodat je beter speelt. Uiteindelijk is het gewoon, je begint van iets. En ja, je begint zeg maar gewoon met een kut team. En je team moet zo goed mogelijk worden. En dat is het. Dat is toch raar, of niet dan? Ik vind dat echt raar. Nu het balletje op Jesus. Ja, Jesus, neem mee. Jesus, nee! What the fuck? Hij kon gewoon meenemen zo. Waarom deed je het niet? Nee, ik ga het nog niet verliezen, hè? Serieus. Nee, rot op. Oh my fucking god. Dit is onterecht, jongen. What the fuck? Hij heeft wel meer schoten, maar hij heeft alleen maar buiten de 16 geschoten. What the fuck? Oké, even wisselen. Even wisselen, Koen. Even Suarez erin. Ah, kan niet. Shit. Ga ik weer verliezen? Heb ik weer meer punten nodig om in de divisie 2 te komen? Ik baal hiervan. Hoe ga ik nou verliezen van iemand met zo'n middenveld? Even ah, lekker petit. Goed. Dan moet ik ook zeggen, ik was natuurlijk echt zwaar bezig met jullie uit te leggen waarom FIFA 20 de beste FIFA ooit gaat worden. Ja, ik ben dus bang dat dit niet de FIFA 20 gaat komen. Ik heb dus geen idee. Zou ze al met FIFA 21 bezig zijn? Zou FIFA 20 al af zijn? Ik heb echt geen flauw idee. Huh? Wat? Zagen u dat? Nou, nah, dit is een glitch. Wat deed hij nou? Huh? Ja, hier begrijp ik er echt geen reet van. Zagen u dat, mensen? Ik weet niet wat er gebeurde. Zo, nu kan hij nog wat vrijer staan. Ah, nog een lekkere rebound tegen. Oh, jongens. Ik heb nu zin om mijn hoofd kapot te slaan tegen de muur. Hij sust me? Hij sust me? Adem in. Adem uit. Hoezo sust hij me? Hij heeft alleen maar buiten 16 geschoten. Ik ben gewoon heel aan het aanvallen. Hier snap ik echt de ballen van. Hij komt ook uit 91. Dan ben je 7 jaar ouder dan ik. Dan ben je 27. Dan ga je iemand sussen terwijl je 3 in voor staat. Waar gaat het mis? Dan heb ik verloren. Daar baal ik van. Mensen, ik moet zeggen, ik ga Jesus nog 1 kans geven. Maar als hij het nu niet laat zien, dan is het klaar. Dan ben ik gewoon eerlijk in. Ga ik niet over liegen, hè? Dan is het gewoon klaar. Over met de pret voor Juanetje Jesus. Ook al heet hij geen Juan. Dus meteen is het team. Leuk. Waarom doe je nou al die SBC's, gehad? Dat snap ik niet. Wat is hij ook voor team? Hij heeft 4 aanvallers. En 2 verdedigende midden. Gaat hij 4-2-4 spelen of zo? Oh, het zou best wel kunnen dat hij 4-2-4 gaat spelen. Hij gaat waarschijnlijk 4-2-4. We gaan komen tegen iemand die 4-2-4 gaat spelen. Lekker is dat. Ah, mijn voet. Nou, Juanetje, laat het maar zien. Word jij mijn nieuwe super sub? Of word jij verkocht? Ja, dat zijn 2 opties vandaag. Nu door. Lekker. Nu tik je door. Oh, nee. Nee! Kut zo, ik wil te gaan met Jesus scoren. Ja, daardoor verlies ik wel. Ja, dat is ook wel waar. Daarom moet je eigenlijk nooit... Kijk, daarom ben ik ook altijd van... Je moet nooit 1 speler hebben die heel duur is en de rest weet hij niet.
Op het moment dat jij één speler hebt die heel duur is, dan wil je eigenlijk alleen met die speler scoren. En ik weet, en dat is geen iets slechts van jou, dat heeft iedereen. Als jij een cheap team hebt en ineens koop je een SBC speler die ziek duur is, je eigenlijk net iets te veel geld kost, waarvan je eigenlijk toch al stiekem een klein beetje spijt hebt, ja, dan gaat het helemaal fout. Want dan ga je alleen maar, volgens mij anderhalf jaar geleden, of ik weet niet welke FIFA dat was, voor mijn vorige FIFA, had ik dat met, lekker 1-0, nee maar lekker, had ik dat met Del Piero. Die had ik toen gedaan, die SBC, en toen wilde ik alleen maar met Del Piero scoren. Ja, daardoor verloor je gewoon pot, omdat je alleen met Del Piero wil scoren. Zo, tering, ik zit op mijn telefoon te kijken. Bijna een goal tegen. Mensen, daarom, gaan nooit op je telefoon kijken terwijl je FIFA aan het doen, hè. Dat is echt niet slim gewoon. Oh, dit meen je toch niet? Ja, hier krijg je toch echt herpes van. Dit is toch niet normaal. Ik dacht van, oh mijn god, dat gaat hem voorgeven. Dan zou het mooi zijn. Want deze heeft een mooi doelpunt. Gebeurt er dit? Ja, what the fuck? Wat doe jij nou? Jesus! Nee! Zelfs dit mist hij! Oh mijn god! Oké, wij zijn gewoon geblokt. Maakt niet uit. Ik moet toch een beetje spannend maken. Oh ja, iedereen ziet hem toch lopen, jongen. Ik ben niet blind of zo. Oh, hij gaat natuurlijk weer. Oh, dit is wel mooi gedaan. Ja, dat is een mooi doelpunt. Kut. Ik liep hem met mijn keeper, maar hij deed het niet. 2-1 achter! En hoe? Hoe? Is die Jesus slecht, zeg? Dat iemand daar 250k voor betaalt, ben je echt zo gek als een deur. Even serieus. Die vet kan er geen reet van. Op de naam van Jesus. Ja, dat is Varane, die is veel sneller dan Jesus. Kom, doortikken. Nee, te laat. Ja, nu buitenspel. Geen buitenspel. 1-1. 2-2 bedoel ik. Lekker, dit is heel goed aan naar Jesus. Jesus, beste speler ooit. Koop hem nu. En het liefst de mijne die ik straks erop ga zetten. Ongelooflijk. Kijk, Varane is snel, maar Mbappé zou toch wel iedereen uit moeten rennen. Want Mbappé, ja, zeg maar, dat is één wat hij goed kan. Dat is gewoon snel zijn. Kamer valt uit. Overheated. Oh, super nice. Mens, sorry. Ik heb even geen gezicht meer. Zien jullie mij? Simsalabim. Ja. Ja. En hij is terug, mensen. Terug op de buis. Dank u. Welcome back, DNPNL. Dank u. Lief van jullie. I love you all. Nee, doe dit gewoon weer. Godgroeiende pestpleurs. Ga ik gewoon 2 potjes verliezen achter elkaar. Omdat ik gewoon aan het kloten ben. Met die gaan wel geen zoet. Wat doe ik? Hoe moet je dat denken, schat? Mertens. Nee, jongen. Oh mijn god. Hoe mis je dit nou? Godgroeiende. Ga ik gewoon weer verliezen. Wat een pleurenzooitje. Courtois op de lat. Hij komt op de lat. Courtois komt gewoon op de lat. Dit meen je toch niet? Courtois komt op de lat. De led. Wat doet hij, jongen? Oh, tering, daar word ik toch ziek van, jongen. Zit ze weer helemaal naast. Dit was gewoon een fucking grote kans geweest als dit spel gewoon geen iets had. Oh ja, fluit nu afscheid. Fluit lekker af, anders. Fluit dan lekker af. Als ik 1-1 met de keeper gaan. Fluit dan, gaan ze dan even lekker dan affluiten. Doe dat even lekker, hè? Goed spel dit! Oké, maar maakt niet uit, mensen. Ik heb 2 keer verloren achter elkaar, lekker. Ik wil naar divisie 2. 2 keer achter elkaar verloren. 18 schoten, 2 goals. Goed gedaan, Koen. Trots op jou. Maak eens wat meer goals af, man. Gods. Mensen, ik hoop toch dat jullie deze video leuk vonden. Ben je nou helemaal eens met FIFA ID? Laat het achter in de comments. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Wil je meer van je zien in de kant? Klik hier of hier. Wil je mij abonneren? Kan ook. Klik dan hier. Dan zeg ik vooral de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Kutspel.